Ik ben met meneer Alberto, die veel mensen zeggen dat hij de man of the match is. Goede verdediger. Hoe was je gevoelens voor de wedstrijd, gedurende de wedstrijd en na de wedstrijd? Nou, voor de wedstrijd, gewoon hetzelfde als normaal. Dat ik gewoon een normaal wedstrijd ga spelen. En ja, het maakt wel mooi dat het niet voor Curaçao was. Tijdens de wedstrijd heb ik gewoon mijn ding gedaan. Gewoon gedaan wat ik moest doen, zakelijk, stabiel. En na de wedstrijd was ik trots, was ik blij dat we hebben gewonnen. Dat ik zelf zo'n goede wedstrijd heb gespeeld. En ik ben gewoon blij dat we hebben gewonnen en ook blij met mijn eigen prestatie. Wat vond je van de wedstrijd zelf, van je elftal? Ik denk dat wij de betere ploeg waren, de betere spelers hebben. En ik denk dat we de kans hadden moeten afmaken die we hebben gekregen. Ik denk dat we het voor onszelf heel moeilijk hebben gemaakt. En dat we eigenlijk gewoon makkelijk hadden kunnen winnen. En niet tot het laatste moment hadden moeten laten aankomen. Eerste keer samen met Koeken gespeeld. Hoe vond je dat? Ja, de samenwerking. Net als altijd. Ja, de samenwerking ging goed. Het leek alsof we gewoon al jaren met elkaar speelden. Er waren natuurlijk wel een paar momentjes waar het beter moest, maar het waren maar kleine momenten. En verder hebben we gewoon een prima pot gespeeld. We hebben weinig weggegeven, weinig kansen weggegeven. Dus ik ben blij met hoe alles is gegaan. En wat vond je van Qatar? Heel mooi. Hotel is goed. Het veld lag ook heel goed bij. Eten is gewoon goed. En ja, het is warm, dus top. Ik bedoel de speelwijze van Qatar. Oh, speelwijze, ja. Was ook goed, er waren een paar goede spelers tussen. Maar wij waren beter dus. Oké, hey. Fabien. Ja, thanks. Bedankt voor alles. You are the man of the match. Thanks. Foto. Thanks. Bye bye.